Met al dat thuiswerk de laatste tijd heb ik een nieuwe standing desk, dit ding. Het is eigenlijk puur om te kunnen afwisselen. Dus ik heb boven een bureau waar ik dubbele monitor setup heb, waar ik gemakkelijk kan werken aan een bureau. Maar als ik beneden ben, wil ik ook soms wat kunnen werken. En dan kun je wel in de zetel zitten of aan tafel zitten, aan de keukentafel. Maar dit ding, je kunt het op verschillende manieren gebruiken. Maar dit ding is dus eigenlijk vooral handig om de manier waarop dat je werkt, om veel te variëren daarin. Dus een keer staand, een keer zittend. Op de meest onmogelijke plaatsen kun je eigenlijk je laptop nu gebruiken om te werken. Daar komt het op neer. Ik ga het even overlopen. Dus eerst laten we beginnen met de doos waarin dat kwam. Ja, ik heb het besteld op een maandag. En kreeg een vreemde mail waarin dat er stond. Dus ik heb het op de maandag besteld. En kreeg de maandag zelf kreeg ik direct al een mail waarop dat er stond. Het is vrijdag op de post gegaan en het zal morgen bij u zijn. Dat kreeg ik op een maandag. Dus ja, ik dacht, ja, oké, dat is gewoon een misverstandje. Ze hebben de dagen door elkaar gehaald. Ze bedoelen gewoon dat vrijdag op de post gaat en dat dan de dag erop de zaterdag hier zal zijn. Dus ik dacht, ja, op het einde van de week is het hier. Maar nee, de dag erop, dus de dinsdag was het er al. Dus op de een of andere manier was dat inderdaad al. Lag dat klaar bij de post, veronderstel ik dan, om verstuurd te worden of zo? Ik weet niet, iets in die zin. Maar dat is dus de doos waarin dat komt. Dus ja, het is gewoon een duidelijke doos zijn. Meer is dat niet, een doos, maar moet een doos zijn. Ja, ik dacht dat er hier notadesk stond. In de zin van notas nemen, desken. Maar als je naar de Instagram-pagina gaat, dan zie je dat dat een hoofdletter A is. Dus wat dan ze bedoelen is eigenlijk not a desk. Dat is hoe dat je het moet uitspreken. Dus de not a desk. Je kunt het op verschillende manieren gebruiken. Het is van bamboe gemaakt. Ik ga direct ook kijken naar het tafelblad zelf. Maar kijk, ik ga nog snel hier op de doos. Er staan ook een paar voorbeelden hoe je dat kunt gebruiken. Dus er zit een zuignap bij, dat is hetgeen dat daar ligt. Die zuignap, daarmee kun je op gladde oppervlakken, zoals glas, maar ook ja, gewoon alles wat dat glad is, kun je die zuignap op bevestigen. Dat is het blad zelf. En er zit ook een riem bij om het aan een paal of aan een boom te bevestigen. Denk als je, ah ja, hier staat er ook een voorbeeld. Dus je kunt het op je schoot gebruiken, je kunt het aan een raam bevestigen. Met de zuignap. Je kunt het op je bureau als laptopstand gebruiken. Dus puur om het scherm. Dat is voor ergonomie dat je het scherm hoger krijgt. En dat is het aan een boom of paalprincipe waarmee dat je dus dat andere hulpstuk, dat is met een band daar rond die boom gaat of rond die paal gaat. Er zit een instructieblad bij. Ja, dat boomhulpstukken. Dat heb ik zelf nog niet gebruikt. En daar zat die zuignap in. Dus er zitten ook instructies bij. Dat zijn deze. Gewoon een A4-blad. Ik heb het eigenlijk kunnen gebruiken zonder de instructies echt door te nemen. Als je die mail krijgt met die bevestiging, staat er één heel duidelijke waarschuwing. En dat is dat als je aan een raam werkt, dus dat was deze setup hier, dan is het belangrijk dat je erop let dat je niet werkt aan een raam waar dat de zon in schijnt. Omdat je dan te veel. Allee, dat is te vermoeiend voor je ogen. Daar komt het eigenlijk op neer. Wat dat wel voor zich spreekt, natuurlijk. Hè. Maar een andere waarschuwing is ook dat je het beter niet aan het raam laat hangen, de zuignap. Omdat dat rubber dan door het zonlicht veroudert. En dan kan het kracht verliezen. Dus de rubber is dit. Allee, de zuignap eigenlijk. Hè. Dus hier zie je al, dat is een scharnier, die twee gaten. Dat past daarin. Dus die kun je eigenlijk. Ja, je moet dat gewoon. Ja, je moet die afkuisen natuurlijk, dat die proper is. Tegen je raam drukken en met die hendel opspannen. En dan hangt die goed. Kan het eigenlijk meteen uitvoeren ook. Hè. Kijk, als ik hem hier. Ja, dat is een beetje te hoog, denk ik. Zo. Tegen het raam duwen en dan met de hendel. Met één hand is moeilijk, met twee handen is het makkelijker. En dan hangt dat vast. Dus dat is op zich stevig. En heb hier. Het is ook nog nooit gelost en heb hier die. Wacht, je ziet dat nu vreselijk. Ja, hier, zie je die punten. En het is daar dat dan deze zelf inhaakt. Dus die twee pinnetjes haken daarin. En dit, ja, het is van bamboe gemaakt. Dus dat is eigenlijk, er zit hier een randje op. Zo. Dus je hangt hem zo op. En dat randje maakt dat je computer er niet af kan schuiven. En dit ding hier klap je uit. En het is belangrijk, hier zit een klepje. En als je dat klepje eronder schuift, dan kan dat niet meer dichtklappen. En dat is belangrijk, want dan spreek ik even uit eigen ervaring.
mijn computer is al afgedonderd. Maar het was volledig mijn eigen fout. Ten eerste had ik dit ding daar niet onder geschoven. Dus hij is eigenlijk gewoon, terwijl dat hem aan het raam hing, is dit langzaam dichtgeklapt. En is dit dan naar beneden toegevallen. En is de computer er zo afgeschoven en plat op de grond gevallen. Dus op zich, er was geen schade omdat hem plat op de grond gevallen is. Kan geen kwaad. Plus dat, ja, het was gewoon echt mijn eigen fout omdat ik dat clipje hier niet had vastgezet. Hè. Ik was op dat moment ook die tafel hier aan het opschuren. Dus ik vermoed dat die trillingen er ook wel mee te maken hebben. Ze. Maar dus dat was volledig mijn eigen fout. Die zuignap op zich is nog nooit losgekomen. Daar heb ik geen problemen mee. Ik denk dat die scharnieren over tijd... Dus dit is metaal hier. Het hout zelf is allemaal bamboe, dus dat kan tegen vocht ook en zo. Het is mooi afgewerkt allemaal. Ik denk dat er hier, kijk, ik denk dat dat nageltjes zijn die erin geschoten zijn, maar het is ook verlijmd, dus alles is degelijk gemaakt. Dat is er hier laser in gesneden. Het is een eenvoudig ontwerp, maar wel een goed ontwerp. Eigenlijk dat ook, dat is gewoon een houten blokje dat er onder schuift. En dat hier ook mooi in past, je kunt het mooi dichtklappen. Deze scharnieren zijn van plastic, dus ik denk dat die op termijn mogelijk wel stuk gaan. Deze zijn van metaal, dat is niks, maar deze zijn van plastic. Maar zelfs al gaan die stuk, dan kunnen die heel gemakkelijk vervangen door ijzerbeslag. Dus niet dat dat een groot probleem is, denk ik dan. Het enige puntje van kritiek dat ik heb, ja, naast dat plastic is, het enige, ja, wat was de prijs? 140 of zo, denk ik. Het andere puntje van kritiek is hier dit. Dat is een rubbertje. En je ziet dat hier veel lijm aan hangt, maar dat heb ik nu zelf met de hot glue hersteld. Dat rubbertje was losgekomen. Dus dat is het enige puntje van kritiek. Dat rubbertje ging daar niet zo goed aan. Ik heb het nu met hot glue opnieuw vastgemaakt. Maar dat is echt het enige dat ik kon vinden. En dat is straf. Kijk, we gaan nu het bevestigen op zich. Dus je moet dat gewoon zo daarin schuiven. Ja, het is omdat ik hier met één hand bezig ben dat het een beetje moeilijk lijkt. Maar het schuift er vlot in, hoor. Voilà. En dan scharniert dat hier. Dus die moet je dan gewoon zo zetten. Kijk, en dan zie je. Zo staat uw brood dan vast. Hè. Zo simpel is het. Daarmee staat... Ja, en natuurlijk vergeet het pinnetje niet. Dat ben hier. Oké, terwijl ik hier aan het filmen ben, valt mijn telefoon nu gelukkig in die pamper. Ik ga nog snel mijn computer ook pakken om het te laten zien. Kijk, dus, hup. Ja, en de hoogte kun je natuurlijk heel gemakkelijk zelf bepalen door gewoon je zuignap lager of hoger te zetten. Maar dat is het. Werkt super handig. Dus ik weet nu niet of ik de hoogte echt... Ik denk dat ik hem een klein beetje te hoog gehangen heb, om goed te zijn. Maar het is stevig. Je hebt ook net genoeg plaats om naast je computer, als je dat opschuift genoeg, kun je hier nog je telefoon leggen. Maar ja, ik ben er super tevreden mee. Ik heb het al veel kunnen gebruiken. Ja, nu is het hier. Afhankelijk van het moment op de dag kies ik een van die twee ramen. Ik kan eigenlijk ook nog aan dat raam dan gaan werken. Ik veronderstel dat dat ook niet per se een raam hoeft te zijn. Hè. Zolang dat een glad oppervlak is. Ik zou eigenlijk zelf daar aan die deur kunnen werken bijvoorbeeld. Maar like dit. Ik kan me voorstellen dat dat ook glad genoeg is om aan te werken. Moeten we dat proberen? We gaan dat snel eens proberen. Ja, het blijft aan. En als ik eraan trek, beweeg ik echt heel de kast. Dus volgens mij kunnen dat perfect... Ja, dit is nu niet echt ideaal qua hoogte. Maar ik heb daar ook de keukenkast in waar ik het kan aanhangen. Het is iemand wakker ondertussen. Ah ja, ook niet onbelangrijk. Het is een Belgisch product. Het is in elk geval in België ontworpen. Ik weet niet in hoeverre dat ook in België gefabriceerd wordt. Ja, ik zit hier nu al heel die video met zo'n spuugvlek hier op mijn t-shirt op te nemen. Als je afvraagt waar die spuugvlek vandaan komt, kijk, er is zelf ook een spuugvlek. Dat doet me ook nog niet denken, wacht. Ja, en zo aan de... Hier bijvoorbeeld blijft het ook perfect hangen. Hè. Zo kun je ook werken. Nu, wat ik ook nog wou zeggen. Ik zou niet een hele dag aan zo'n standing desk willen. Maar ik zou wel geen enkele standing desk een hele dag willen werken. Maar dit is sowieso ook veel variabeler dan een standing desk. Je hebt veel meer opties. Maar wat dat wel nog handig is, waar ik daar juist aan dacht, is, kijk, als je zo met een baby of zo, je kunt op je rug hangen ook als ze te veel in de weg hangt van voor. Zo kunnen ze staand wel perfect werken. Terwijl dat ze een dutje... Ja, ze is niet aan het slapen, maar stel dat ze een dutje aan het... Stel dat ze een dutje aan het doen is... Goed, de Let the Desk aanrader dus.